Hebben jullie gisteren toevallig per ongeluk naar het programma gekeken waar jullie van mij helemaal niet naar mogen kijken? Er is geen enkele correlatie tussen die maatregelen en het aantal besmettingen. Dit zijn drukke evenementen. Er is een pandemie aan de gang. Is dit wel verstandig? Ja, want wij geloven totaal niet in de ernst van die pandemie. Corona bestaat, maar het is ongelooflijk veel minder gevaarlijk dan ons een jaar lang is voorgehouden. Stop met de angst, kruip uit je zelfopgelegde gevangenis, ga weer leven, word weer vrij. Ga weer leven, daar kun je ook ziek van worden. Als je gaat autorijden kan je ook een ongeluk krijgen, maar de kans dat je als gezond persoon onder de 70 doodgaat aan corona is 4 keer zo klein als dat je doodgaat aan een auto-ongeluk. Je mag zonder mondkapje de winkel in als je zegt dat je een medische reden hebt. Ik heb dat 2 keer geprobeerd, maar ik vind dat liegen zo pijnlijk dat ik dan toch maar een mondkap opdoe. Stel, u krijgt wat meer macht, hè? Wat kunnen Groningen en Drenthe dan verwachten de komende 4 jaar? Nou, in de eerste plaats dat we uit deze lockdowns gaan en dat we vrijheid terugkrijgen. Daarnaast bindende referenda, zodat de mensen hier en elders in Nederland ook echt veel meer te zeggen krijgen over het land en de inrichting van het bestuur. En specifiek, ik heb het al over gehad in Groningen, die slachtoffers van de aardbevingsschade, die moeten natuurlijk gewoon als de wiede weer gaan gecompenseerd worden. Het is een schandaal dat dat nog nooit gebeurd is. En ik ben hier vanwege een weddenschap, omdat ik heb afgesproken met een paar vrienden van mij dat ik graag met Thierry Baudet wil proosten op een foto of een video, zeg maar. En ik dacht, proosten op de afschaffing van de coronamaatregelen. Ja, ik wil graag op de foto met Thierry Baudet. Waarom? Omdat ik zijn partij wel, ja, hij heeft de meest redelijke standpunten van Nederland, vind ik. Wat vind je bijvoorbeeld goed? Nou, dat hij is voor de vrijheid en zoals de lockdown nu werd geregeld en alles, dat was ook niet mijn eerste keuze geweest. Ik vind dat de regering die we nu hebben hele verkeerde beslissingen maakt en dat Thierry Baudet met zijn partij de juiste oplossingen voorlegt voor ons.